sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo. I does what I likes, and I likes what I do. Today I'm a screever, and as you can see, a screever's an artist of highest degree. And it's all me own work from me own memory. Chimney, chim chimney, chim chim chiroo. I draws what I likes, and I likes what I drew.
jolly holiday with you, Bert. Gentlemen like you are few. A vanishing breed, that's... Though you're just a diamond in the rough, Bert. Underneath... Absoluut genieten hier de Brabant Hallen gaan hier uit zijn dak voor Edward Val en zijn Glocks Undercover. Wat een fantastische proef. Zoveel controle, zoveel harmonie, doodstil in de aanleiding. In één woord, genieten. Laten we zorgen en hetzelfde voor Edward Val. Aan de belemmerd Martineke en op die muziek. Ja, dat konden we al horen onderweg. Wat moet je ervan zeggen, hè? Als je in de kuur iedere speld hoort vallen. Dat betekent dat het niet alleen zo goed als foutloos is, maar ook dat het adembenemend schoon is en dat je dus inderdaad kippenvel krijgt. En dat kippenvel is natuurlijk voor mij wel het allerbelangrijkste. Je kunt hier en daar een klein dingetje zien, maar het is werkelijk zo super gecontroleerd dat ik, dat gaat heel hoog worden. De Brabant Hall gaat staan voor Edward Gal en Glocks Undercover. Beautiful and very almost emotional freestyle test. Daar gaat hij, dames en heren. Nog één keer met z'n allen voor Edward Gal, Glocks Undercover. Ja, dan is het wachten op die 5 uitslagen die binnenkomen. U kunt ze nog niet zien, ik zie al 4 percentages. Maar het zal niet laat zijn. Nog 1 resultaat moet binnenkomen en dan kennen we die einduitslag van Edward Gal en Glocks Undercover. U ziet daar die prachtige live beelden nog even op het scherm. Nog van 1 jury moet u het resultaat hebben. Het zijn werkelijk bijzonder innoverende minuten. Kan daar zijn opponent op tegen Patrick van der Meer? En hier is de score 86-700 aan de leiding in de lead. Edward Gal, de Netherlands. Score 86.700. Andrew Gardner geeft bijna 90%, de Britse jurylid, met 89,5. Ja, natuurlijk zeer terecht een score van 86,70 voor Edward Gal en Glocks Undercover. En dan hier rond de baan Patrick van der Meer en zijn Oezo, de Lancet-nakomeling, inmiddels 13 jaar oud. Also de Netherlands Patrick van der Meer. Oezo. Oezo, KWPN, nu 13 jaar, vader de Olympische hengst Lancet, dan in Doctro in de afstamming van Oezo. Op dit moment in de Riem Aquavia World Cup standing zijn 11e plaats met een score van 27 punten. Place number 11 so far, score 27 points. Moet hier dus een topprestatie neerzetten om richting de finale te gaan in Frankrijk. Dat was in Neumünster, 13e, 14e in Amsterdam.